Goedenavond allemaal. Het is vandaag zaterdag 23 november. Wat gaan we doen? Nou, ik heb al kaartjes gestempeld voor op de kaarten. Die gaan we dus nu even allemaal knippen. Even netjes rondknippen. Ik ga geen kleurtje eroverheen doen. Dat doen we een andere keer weer. Zo. Dat doen we van de week weer bij een nieuwe kaart als we die gaan maken. Maar bij deze kaart doen we dat niet. Dat hoeft ook niet altijd. Om dat te doen. Beetje speels. Dat kan. Nou, deze kaarten zijn ook vandaag allemaal klaar. Ik heb ze allemaal af kunnen maken. Morgen gaan we niet live met de kaarten, maar gaan we live. Ga ik eens even proberen om live te gaan op de rommelmarkt. Maar moet even kijken als dat lukt hoor. Ik kan het niet garanderen. Het zal me wel leuk zijn. Nou, de auto van mij hebben we ingeladen, want we konden geen kar krijgen van de post. NL. Dus dat is wel erg jammer. Maar ik heb alleen maar bananendozen mee. En een karretje met boeken. Dus dat gaat wel goed. Dus ik neem dat morgen mee. En mijn kaarten spullen allemaal. Deze kaarten niet hoor, deze kaartjes. Ik heb andere soorten kaarten mee. Die ik wel dit jaar gemaakt heb hoor, die gaan mee. Zo. Hij is bijna klaar. Zo, nou ben ik klaar met knippen. Even dat weggooien. Pak ik even mijn strookje. En dan ga ik eventjes een paar opplakken. Deze gaan we niet gebruiken, want dat is zonde. Ik moet morgen, ik ga maandag even de scharen schoonmaken. Maandag ga ik even naar Appie Heijn om wat dingen in te leveren. Mijn kaartjes voor huisjes. En dan ga ik nog een paar halen voor iemand anders. En dan is mijn knus ook weer compleet. Maar dat doe ik maandag eventjes. Ga ik even naar de winkel lopen. Zo. Als je eenmaal met foam aan het knippen bent, kan je met dezelfde schaartje niet op papier knippen. Dat is wel jammer, omdat ze komen te veel
lijmlaagjes op. Maar hij is helemaal niet erg hoor. Ik maak hem elke keer schoon met remreiniger. Dan is die plaklaag eraf. Dus dat is wel fijn hoor. Nou, morgen is een rommelmarkt van 10 uur tot 4 uur. En voor vroege vogels is het om 8 uur al. Maar dan kost het je 5 euro. En anders is het 3 euro. De intree. Op de wielenbaan. In Alkmaar. Ik sta daar ook van 5 uur. Dan kan ik mijn auto kwijt. En dan ga ik maandag even tanken. Ik red het morgen nog wel. Ik hoef gelukkig niet ver. Ja, ik gebruik ook wel eens van die lange werpige strookjes, maar die knip ik dan ook van deze dingen af. Dat is makkelijker. Als je kleine strookjes moet hebben, kan je het ook hier vanaf halen. Deze komen bij de vipera vandaan. Dus ik hoop dat ze het nog meer hebben. Want dan haal ik er van de week nog een paar. Als het goed is, neemt Ellen een kennis van mij ook mee. Dan kan ik die maandag betalen. Of dinsdag. En anders donderdag. Dit heb ik zo, ja. Nou gaan we de kaartjes pakken. Kijk eens hoe leuk ze zijn geworden. Ik moet ze alleen nog op de goede kaart plakken. Maar ik vind ze geweldig. En die tekst komt er ook mooi bij. Lichtpuntje. Van mij voor jou. Nou, die juist, hoe noem je die? Een stokstaartje heeft een lantaarntje vast. Nou, hoe leuk is het? Als je dat zo'n mooie kaart krijgt. De kaarten zijn ook te koop. Die verkoop ik op de rommelmarkt voor 2 euro per stuk. En ik kan ze niet goedkoper doen. En ik sta op de rommelmarkt in Alkmaar. Dus als jullie willen, komen jullie even naar Alkmaar toe. Naar de Sportpaleis, Alkmaar, wielenbaan. Zit naast de McDonald's tegenover de Meente schaatsbaan. Dus jullie zijn welkom morgen. Dan moeten we hem alleen straks nog even op een kaart plakken, maar dat doen we zo, dat is zo klaar. Nou, kom op. Zo.
Ja, ik heb ook weer een film aanstaan. Van Netflix. Ik zit naar... hoe heet die film? Oh ja, Woody Woodpecker te kijken. Dat vind ik zo'n leuke film. Jeugdsentiment, hè? Ja. Dus dat is wel leuk. Deze moet er niet af. Alleen het velletje moet eraf. Zo. Nog vier. Ja, klopt. Nou, deze zijn bijna klaar. Even deze doen. Dan ga ik hem even op elkaar plakken. Doe ik die andere drie straks wel weer. Zo, die pakken we hierop. Pakken we even een rode kaart. Die gaan we even vouwen. Dan ga ik even met een vouwbeentje eroverheen. Even deze laag eraf halen. Beschermlaagje eraf halen. En dan is hij klaar. En dan moet ik maandag even bedenken wat we morgen maandag gaan maken. Maar ik heb wel wat in mijn gedachten. Dat lijkt me wel leuk. Gaan we weer met een beer aan de gang. Maar dan gaan we met een ander soort beer aan de gang. Maar wel leuk. Nou, zo is die geworden. Ik moet nog één ding doen op deze. Oh, ik zie dat hij loslaat. Hé, dat is niet de bedoeling. Even goed aandrukken. Deze pakken. Zo. Nou, zo is hij geworden. Bedankt voor het kijken. En nou ja, misschien tot morgen. En dan zet ik een filmpje erop die ik gemaakt heb. En anders ga ik morgen op Facebook gewoon live. Nou, bedankt voor het kijken en tot morgen.